Hoi, ik ben Stefan van Arts en Skooi TV. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik een aantal uitstromers testen. Met uitstromers, luchtuitstromers bedoel ik schijven, teflon buizen, budget schijven, staven, balletjes. Hoeveel lucht gaat er nou echt door een schijf per minuut? Als je bijvoorbeeld een 40 liter pomp hebt en je doet één zo'n schijf erop. Ja, is dat dan niet zonde? Want je hebt 40 liter per minuut en als deze dan minder aan kan, dan dat betekent dat je pomp eigenlijk een beetje er tegenaan staat te duwen. Dan wordt die pomp wat meer, wordt warmer van, slijt daardoor sneller en moet je dus op een gegeven moment weer de rubbers verversen. En als jij een 40 liter pomp gebruikt en je hebt eigenlijk maar een 20 liter pomp nodig, dan verschilt dat natuurlijk ook enorm in wattage, in stroomverbruik. Dus ik ga testen. Wat ga ik doen? Ik heb alle uitstromers hebben precies dezelfde slang en precies op de centimeter na dezelfde lengteslang. Ik heb hier een tank met anderhalve meter waterdiepte. En ik ga dus testen hoeveel lucht gaat er uit zo'n pomp komen en Wat gebeurt er met deze en wat is met de volgende? Ik heb daarvoor helemaal te gek. En daarom, ik had al hele tijd dit filmpje willen maken. Maar hij was lastig te krijgen. Ze zijn ook niet gratis, maar wel heel gaaf. Een luchtstromingsmeter. Dus die meet hoeveel liter per minuut er door dat ding heen gaat. Ik heb daar de koppelingen, ook de 9 mm koppelingen voor erbij gedaan, opgemaakt. En die ga ik meten. Ik meet direct naar de pomp. 10 centimeter slang zitten tussen de pomp en de meter. En dan hebben we overal hetzelfde. Ik heb twee verschillende pompen op het moment. Ik heb de 40, alle twee van Fujimec, de 40 en de 100. Want ik ben ook benieuwd of zo'nzelfde schijf meer geeft met een 100 liter pomp of met een 40 liter pomp. Ik ben heel benieuwd. Ik heb de hoge kwaliteit luchtschijf heb ik in het water gedaan. Die doet 29 liter per minuut op de Fujimec 40. En ik ben heel benieuwd wat deze budget versie doet. Ik had hem al even in het water. En dat is ook wel zo eerlijk, want dan zit hij ook vol met water. Hè. Dus hij moet eventjes de tijd gunnen om op flow te komen. Maar deze doet dus 29 liter per minuut. Nou, de budget versie. De budget versie doet, hij moet heel eventjes op gang komen, 31, 33, 33 liter per minuut. Dus dat scheelt toch weer wat, hè? 25 of 33. Dus hij laat wat meer, makkelijker lucht door. Alleen, ik weet niet of je het kan zien op het beeld, maar de luchtschijf die wandelt wel een beetje door de vijver heen. Dus hij is hier vol begonnen, hij gaat nu naar verder door. Dat vind ik een nadeel van de lagere kwaliteit. Een voordeel is dat hij wel veel meer beweging brengt. En dat is misschien in een vijver niet zo mooi, omdat je bijna je vissen niet ziet. Maar in bijvoorbeeld een bewegend bed is het natuurlijk wel helemaal te gek. Als je deze goed kan fixeren op een rooster of gewoon in het midden van je bewegend bed doet, dan maakt deze meer beweging. En dan gaat je bewegend bed makkelijker rond. Dan is de lagere kwaliteit is dan beter. Sta ik van te kijken. Nu ben ik benieuwd wat de luchtstaaf doet. De luchtstaaf is ook, die discs zijn 25 centimeter in doorsnee. Ik ben benieuwd wat deze doet. De 27 centimeter luchtstaaf. Zo. Stukken zwaarder. Rondom. Dus hij heeft niet die basis. Zo.
mooie bellenbaan, wat rustiger. En de flow is 20, dus die is echt een stuk lager. Dus ja, hier op deze pomp kun je er dan makkelijk 2 doen. Dan kom je weer naar die 40 toe, hè, die moet geven, of ja, kan geven. Hij is wat rustiger. Het is wat mooier om te kijken, maar je moet natuurlijk wel genoeg beweging in je water hebben. Maar, ja, mooiere, fijnere belletjes. En op 21, 22 liter, 21 liter per minuut. Dat is die. Nu ga ik de teflonbuis, 45 centimeter teflonbuis testen. Die staan bekend om dat ze heel veel lucht doorlaten. Je moet ze wel verzwaren, anders zinken ze niet. Dus je kan ze verzwaren met, daar gaat hij. Met grind, maar ik doe het liever met RVS draadend, 16 mm, 14, 15, 16 mm. En dan werkt het mooier. Heeft hij een nog betere flow, denk ik. We gaan het zien. Ja. Zo. 46 liter per minuut. En dat is natuurlijk de Fujimac 40 op 1,5 meter. Nou, dan heeft hij een hele mooie flow. De belletjes zijn ook mooi klein. Ja, en dan heeft hij dus de minste weerstand. Hij blijft je pomp wel het beste. Wel een mooie, mooi ding. Dat is die. Nu heb ik 6 luchtbollen op het systeem aangesloten. Die zal ik in het water doen. Even dat ding vasthouden. Oh nee, die hebben ook gewoon die 2 meter. 6 keer. Ik heb er nu 1 open. Dan gaat die op 17 liter per minuut. Dat is die. Als ik ze nou alle 6 open doe. Dan kom ik uit op 32 liter per minuut. He, dus het is niet zo dat er 6 meteen maal 16 is. Want ja, dat kan de pomp gewoon niet aan. Maar hij gaat maar die 31 liter per minuut. Dus dan heb je 6 bolletjes. Dan kun je beter 1 schijf hebben draaien. Nou, die 6 bolletjes zitten erin. En tot mijn verbazing redden ze toch nog tot de 84 liter per minuut. Die 6 bolletjes. Wordt heel vaak gezegd, hè, dat wordt eigenlijk maar aangenomen. Van ja, door zo'n bolletje kan 5 liter per minuut. Nou, dat is dus niet zo. Met een stevige pomp trek je er echt wel meer doorheen. Zonder dat ze door de tent heen vliegen. Maar dat gaat goed. Die kun je goed gebruiken op bijvoorbeeld een frame voor een bewegend bed. Hè. Meerdere bolletjes. En dan moet je het echt heel mooi goed opsplitsen. Die slangen zo kort mogelijk houden. En dan heb je dit als resultaat. Dus dan heb je een mooie bellen. Maar voor in de vijver zou ik het wel groter doen. Die heb ik getest. Nou, nu ga ik deze weer even terug doen. Het was even een noodgreep met elastiekjes, zoals jullie kunnen zien. Maar hij is wel helemaal luchtdicht. En dezelfde diameter buis, dan hebben we een gelijke meting. Maar nu heb ik deze weer op. Nu heb ik de Teflon buis erop. Nou, het ding beweegt, het klotst gewoon. Zit op 116 liter per minuut door de Teflon buis. Maar het gaat ook wel tekeer qua water. Dus in een bewegend bed fantastisch. In een grote vijver waar je echt veel beweging in moet hebben. Bij warmte, dan is dit fantastisch. Het komt bijna 20 centimeter boven het water. Daar komen de bellen uit. Zoals je nu kunt zien. Dus die is helemaal te gek. En dan de budget. Ten opzichte van de 40, de budget erop. Jeetje, wat was dat een bellenbad, zeg. Die gaat ook hard. Die gaat ook hard. De budget doet 100
100 liter per minuut, dat is de budget schijf. Ik zeg nog in het begin van dit filmpje van, nou, wij verkopen die niet, want het is wat kleiner, wat fijner, wat hol. Maar ja, voor de beweging, als ik het zo zie, is het echt fantastisch. Hele goede opbrengst. 100 liter per minuut op één schijf. Nu deze, de high oxygen schijf. Want deze, dat is wel met die budget versie. Je moet hem, je moet zo wat je pomp vasthouden, want hij gaat door de hele vijver heen. Dus als je hem kan fixeren, hè, of als je hem fixeert op je bodemdrain of op je in een frame voor je bewegend bed, is die fantastisch. Nou, dit is de high oxygen schijf. Nou, hij borrelt wel. Hij borrelt wat fijner dan die budget versie. Maar hij gaat ook, hij heeft minder luchtstroom. Even kijken, 84 liter per minuut. Dus hier zou je er waarschijnlijk beter 2 van in de vijver kunnen doen. Op dezelfde pomp. Nou ben ik heel benieuwd wat de luchtpomp zelf doet. Gewoon zonder schijf. En dan zit hij op 181 liter per minuut. Doet hij gewoon los. Ja, dat is natuurlijk geen waterdruk, geen 1,50 meter waterdruk. Dat scheelt enorm. Om aan te geven hoe belangrijk het is dat je efficiënt met je slang omgaat, en met de lengte van de slang omgaat, is dat je, als je, ja, die zie ik vaak, dat er een lichtere schijf in de vijver, en dan gaat de slang, en dan gaat hij in een 6 krullen, voor de pomp ligt hij nog, en dan gaat hij erop. Wat er dan gebeurt is het volgende. Ik heb nu 10 meter slang in plaats van 2,5 meter, dus het scheelt maar 7,5 meter. 7,5 meter slang extra op de high oxygen luchtschijf gedaan. Dan kom ik uit op 65, 64. Nou ja, zeg even tussen de... Nou, hij schommelt een beetje, maar het is dus die 65, 70... liter per minuut in plaats van 83 die met 2,5 meter doet. Dus het is echt belangrijk. Kijk, als je kan soms niet anders, dan heb je natuurlijk die lengte nodig. Maar leg hem niet in krulletjes in je filterruimte, omdat je denkt, ja, knip hem later wel af. Dat is gewoon zonde, want je hebt dan minder opbrengst van je schijf. En je pomp wordt ook weer warmer. Dus dat is heel belangrijk. Nou, dit was even in vogelvlucht de uitstromers en een klein beetje van de lengte van de slang. We gaan natuurlijk nog veel meer testen met dit metertje. We gaan de verschillende luchtpompmerken gaan we vergelijken met elkaar. Lengte slang, hoe ver kan zo'n pomp, hoeveel slang kan die hebben, kan die aan. De luchtverdelers gaan we allemaal testen. Er zijn een aantal die zijn heel mooi vormgegeven. Maar houden heel veel tegendruk. Dus dat is gewoon zonde. We gaan nog zoveel testen met de luchtstroommeter. Dat wordt helemaal te gek. Maar dat komt dus in de weken hierna. Woensdagavond om 8 uur hebben we weer een live uitzending. Wordt weer helemaal te gek. Ben daarbij. Ga even naar YouTube. Ga even naar Kooi TV. En dan kun je kijken bij live uitzendingen. Dan kun je alvast aanmelden. Dan krijg je een melding als we online gaan. Als we live gaan. En ja, dat wordt ook helemaal gek. En nou, hartstikke bedankt weer voor het kijken. Abonneer je als je nog niet geabonneerd bent, alsjeblieft. Dan krijg je als eerste de volgende filmpjes zien. Er komen nog heel veel tests aan. Niet alleen met luchtmeters, met voeding, met thermometers. Nou, van alles. pH-meters, zuurstofmeters. Wordt helemaal te gek. Nogmaals, abonneer je, like en share alsjeblieft. En tot de volgende. Hoi, doei.